Oké, even een korte screencast voor Maatje, want Maatje die vraagt: weet u of het met een omweg toch mogelijk is om Office-versies te installeren op een Chromebook? Ja, dat weet ik. Dat kan niet. Ik kan niet zeggen je kunt niks installeren op een Chromebook, want je kunt wel apps installeren, maar Office en zeker verschillende Office-versies horen daar niet bij. Maar wat je wel kunt doen, is gewoon online gebruik maken van Office 365. Kijk, ik ben nu ingelogd en je ziet waar ik allemaal toegang toe heb: e-mail, OneDrive, Word, Excel, enzovoort, enzovoort. Ik kan ook deze knop aanklikken en dan krijg ik alle tegels mooi te zien. Dus je vroeg naar Word. Nou, ik klik even op Word. En dan kom ik in Word online, zoals je ziet. En dat ziet er zo uit. Nou, ik heb even een voorbeeldbestand gedownload en dat kan ik laten zien. Kijk, ik zit nu in Word Online en ik heb een Word-document geopend. Nou, dit is de weergavemodus, maar ik kan hier klikken op Bewerken in browser. En dan krijg ik deze mogelijkheden. En als jij hiermee voldoende uit de voeten kunt, Maatje, ja, dan kun je dat rustig op een Chromebook doen. Ik zal ze even bij langslopen. Hè. Je kunt natuurlijk kopiëren en plakken. Je hebt hier alle mogelijkheden wat betreft lettertypes en lettergroottes enzovoort. Hè. Dat zie je wel. Je kunt een kleur geven, onderstrepen. Nou, eigenlijk de meeste knoppen zoals je die gewend bent in Word als desktopversie. Die heb je hier ook wel. Ik ga even naar de invoegen tab. En dan zie je ook dat je hier diverse mogelijkheden hebt. Pagina-indeling, controleren. Het zijn allemaal knoppen die jou bekend zullen voorkomen als je gewend bent om met Word te werken. Nou, in het bestand zelf, hier kan ik natuurlijk dingen aanpassen en veranderen. En dat zal gelijk opgeslagen worden omdat je online werkt. Nou, dus zo ziet Word eruit. Gaan we bijvoorbeeld naar Excel. Kan ik je ook laten zien. Nou, ook weer een omgeving waarin je een lege map kunt, een werkmap kunt aanmaken. Maar je kunt ook een bestaande starten door erop te klikken. En Excel Online ziet er dan zo uit. Ja, nu is dit iets wat ik via Microsoft Flow binnenhaal in een Excel-document. Dat is op zich wel heel grappig. Maar ook hier kan ik bewerken in browser. Dan kom ik in Excel Online en krijg je de mogelijkheden te zien, zoals je die in Word ook gezien hebt. Maar dan voor Excel uiteraard. Nou, dan kan ik je ook nog PowerPoint laten zien. Dat is ook wel aardig. Opnieuw een herkenbaar scherm. En ik kan een lege presentatie starten of ik kan er een openen. Nu is dit niet een heel spannende, want volgens mij heeft deze maar één slide. Nou, je ziet ook tempo waarin een en ander geopend wordt. Ook hier geldt weer bewerken in de browser. Op het moment dat je daarop klikt, kun je PowerPoint online gebruiken met de meeste functionaliteit zoals je die gewend bent en kun je nieuwe dia, wat heb ik aan mogelijkheden? Ja, kijk, best wel veel, afhankelijk van je template natuurlijk. Kan ik een dia toevoegen? Hoppa, daar komt hij. Nou, dit is PowerPoint online en er is nog meer mogelijk. Uiteraard kun je naar OneDrive gaan. Je ziet hier mijn laatst gebruikte bestanden. Je kunt Outlook online openen, Teams, OneNote, SharePoint. Je kunt formulieren maken. Flow is echt een hele mooie optie in Office 365. En je kunt een CV maken. Nou, als je hiermee uit de voeten kunt, nogmaals, en zeker voor wat betreft Word, dit kan je overigens wegklikken zodat je wat meer ruimte hebt. Als je hiermee uit de voeten kunt, dan staat het gebruik van een Chromebook je niet in de weg. Nou, ik hoop dat je hier wat mee kan, Maatje. Bedankt voor het kijken.